Dus ik ben volwassen en ik hoef niet langer op te passen. Niet langer minder als een vaste lastig op die gasten. Ik heb respect verdiend, een vriendenkring, een mooie vrouw. Mijn huis is blauw, ik woon in Rotterdam en ben mezelf vrouw. Praktijk. Net als de track? Ja, net als de track, zeg maar. Dat is ook de eerste nummer van CD. Ja, de partij moet je verder op zeggen, joh. Het zijn 16 tracks. Nog een skitje, nog een vierstel staat erop. En ja, alle onderwerpen komen aan bod, dus, zoals je gewend bent. Ja, gewoon alles. Ja, dus deze is heel divers. Dat heb ik ook bewust gedaan. We zijn nu al met de tweede bezig. En we hebben gewoon een soort concepten. Maar die eerste zijn we gewoon, ja, we hebben... Het is voor ons ook een soort proefballonnetje, weet je. Ja, om nou een hele slim proefballon te noemen is ook weer een beetje zucht, maar ja, zo zien we het toch wel een beetje, weet je. Natuurlijk is het kist, de stadium is bezet, de podium dat is de vloer. De kleedkamer dat is je huis, en wat is je voer. Achterbieren status, je ziet wel dat het laat is. Fuck op even snel die mic, werken aan die status. Rotterdam sluit in een hol van 2x2. Iedereen hier binnen voelt elkaar, ik heb nog zeker 2. We doen alles in eigen beheer, dus het is ja, we hebben eind deze maand hebben het geld gewoon rond als goed. Dus ja, begin februari moet uitkomen. We waren eigenlijk van overtuigd, was iets van we kunnen het allemaal wel zelf. Ik zit bij André Lagaris, die heeft enorm veel ervaring. Ik zit met Postman, Def Rijms. En ja, hij weet gewoon de weg in muziekland. Dus we dachten, ja, laten we het lekker zelf doen. Iedereen die chillt, sommigen die doen stoer. Moet geen roer, dus ik geef ze wel wat troep. Voer, dus die legt wel op de loer. Maar iedereen die voelt het zweer. Iedereen wil meer, dus ga op hier nog een keer. Ik voel me net een heer, net zoals de rest hier. We hebben niet veel geld, dus we drinken pers hier. We zijn niet meer inderdaad met GDNW op de spit, weet je wel. Maar we zijn wel met die Eredivisie toer nu bezig. Met Tim, Jiggy J, Excellent. En ja, we staan met z'n vier in het freestylen. En dat is gisteren als hij afdroom. Zegt Tim, zeg één zinnetje over mij. Yo, gelijk erop in. Dus ja, dan heb je toch die battles, zeg maar. Je ziet ook wel dat de mensen, dat vinden ze echt leuk, weet je, om te zien. Ja. Dus ja, dan geven we dan ook gewoon. Tim kwam eigenlijk met het oorspronkelijk idee. Toen hebben we dat met z'n allen een beetje overlegd, weet je wel. Ik heb ook met Tim vaak besproken hoe we het een beetje die format wouden doen. En ja, Jiggy en Excellent leken ons ja, eigenlijk een beetje gewoon zelfsprekende keuze. Excellent, want hij ja, is de eeuwige tweede bij alles, maar die was verschrikkelijk goed, dus ja, hij had net zo goed wel kunnen winnen. En ja, Jiggy wil verder ook geen introductie, denk ik, weet je. Nee. Het is, kijk, het is met die battles leuk, maar je hebt met die battles, je moet er aankomen, dan doe je battles, je moet weer wachten, dit en dat. En als jij voor het eerst meedoet, je hebt niks te verliezen, is dat cool. Maar bijvoorbeeld, ja, ik heb twee keer GDW gewoon spits gewonnen door Tim. Maar we staan daar als de man to beat, weet je wel, en dan sta je daar gewoon niet meer relaxed. En ik heb wel bewust twee keer heb ik meegedaan. Dat mensen niet konden zeuren van had de eerste keer geluk. Gelukkig won ik die tweede keer ook, dat was goed voor mij. En toen ook zoiets van ja, een beetje om een lauwe rust, weet je. Maar goed, om de mensen te laten zien dat we het nog kunnen nu, de Eredivisie toe, weet je toch? Een beetje broodjes klaren, broodje laten varen, leven zonder te besparen. Je was zo slim als wat, en scoorde hoog met je IQ. Dan word je heel schild contrast, als ik dat bekijk met nu. Sorry u, gast anders dan begonnen, jaren 50. Toen dingen als een vijf krijgen jou nog lukte. Toen niks ons nog lukte. Dat moet, die was trouwens in de off-course in Rotterdam. Maar toen kregen we haast nog ruzie, want ik was dronken en vervelend en ik zag geen zin in mij. Maar goed, en later kwamen we elkaar tegen en toen hadden we een backup nodig. Het heeft me eerst gevraagd voor zure overval. En ja, het was zoiets van, kom gelijk mee naar je tour. Ja, tot nu toe is het al gezellig. Jeugddroom, weet je wat. Ik steeds toch die man waardoor ik... Ja, niet waardoor ik ben gaan rappen, maar wel een van mijn voorbeelden echt in Nederland. Je had toen Osdorp en Jan Dexteens. En Osdorp, ja, ging bij mij gewoon niet in, weet je wel. Ik vond, er zat geen nuance in, zeg maar. Dat stoorde mij. En bij Dexteens, gewoon, ja, die flow, die woordgrapjes, dat sprak mij echt aan, zeg maar. Dus ja, voor mij was dat echt alsof ik Michael Jackson had moeten, weet je. Tuurlijk. Dus nu op een gegeven moment ken je iemand gewoon als persoon. Maar ja, dat was heel tof, tuurlijk. Als ik aan shows denk Lowlands, dat is toch het gekste. Ja, een groot publiek krijg je nooit meer. Dat was de hand omhoog. Heel, je ziet gewoon duizenden mensen die hand omhoog doen. Dat is gewoon lauw. Ja, en wat ook classic is de X-Sins WC-test. Weet je, overal we hebben 52 optredens gedaan dat jaar. En overal ging X, die moest altijd voor... Ja, ik wil zeggen, die ging voor het optreden. Moest hij altijd even naar de wc, zeg maar. En dan kregen we altijd een beoordeling. Weet je, dat was ook allemaal een video, maar er is nooit niks mee gedaan. Dat is wel jammer. Maar het is prachtig. Weet je. Sommige wc's zijn 1, sommige 10. Ja, dat is gewoon leuk. Eerst was X-Sins voor mij was een beetje... Ja... Stiekem toch een beetje de onbereikbare superrapper, snap je wat ik bedoel?
Maar op een gegeven moment, dan leer je hem kennen. En ik vind hem nog steeds net zo goed, weet je. Ook die nieuwe verzameling staat bij zulke toffe tracks op, weet je wel. Ja. En ja, ik blijf hem gewoon een van misschien wel de ergste rapper van Nederland vinden. Dus ik kan niet anders zeggen. Je lacht tegen mij net alsof ik een kind was. Ik was het weer net alsof je een stil was. En niet alsof ik er nu niet meer langer in slaap. Ik heb geen vrouw in deze niet dat waar ik mee kan. Je lacht tegen mij net alsof ik een kind was. Ik was het weer net alsof je een stil was. En niet alsof ik er nu niet meer langer in slaap. En niet alsof die hele track hier bij de zee had. Ja, metal. Ja, ik hou zelf niet echt van metal. Maar ik hou wel voor. Ik zelf noem een Limp Bizkit, ik noem een Linkin Park. Dat vind ik echt toffe acts, weet je wel. Vooral live. Gewoon die crossover bands dan meer. Die met rap een beetje combineren, zeg maar. Ja, dat is wel een beetje. Dan heb je natuurlijk ook die twee stijlen van mij gecombineerd. Weet je. Het leuke met ons is. Kijk, ik ben niet als een opgezwollen voorbeeld gestopt met werken om hip-hop te gaan doen, weet je. Ik heb gewoon mijn leven, ik studeer nog, veel te lang bezig, allemaal goed, weet je wel. Ik studeer, hip-hop is niet waarmee ik, snap je, mijn levensonderhoud wil voorzien. Voor mij is het gewoon een soort lol erbij. En ja, soms is het tof, soms is het niet tof. En ja, boeien, weet je wel. Ik vind het gewoon lekker om af en toe een gitaartje erin. Ik weet 90% van die Rotterdamse kerst die fuck de gitaar, maar ja, jammer dan, weet je. Het is gewoon jouw ding. Ja, snap je, jammer dan, ja. Ja. Dat is het. Ik ga zeg maar niet muziek maken met in mijn achterhoofd van gaat de rest er tof in. Het is meer van vinden wij het tof? Ja, wij vinden het tof. Wij gaan gewoon, wij staan in de rij bij een band. Waar je vaste klant bent, waar je bijna iedereen daar kent. Zet ons op in, 2x2 met een slechte beur. We maken deur en over het algemeen met willekeur. Hij staat erbij alsof er een oorlog aan de gang is. Hij heeft hem pas gewonnen als de hele rij niet bang is. En of je nog ooit wat lang is, dan maakt hem niet uit. En discussie, die praat er niet uit. En slaat onderwerpen van de tafel dwars door de rij. Laat de man of die door en hij pik op in je rij. Vriendelijk al over krijgen blik of ik ze chick lik. Ik denk het is niet ik, dit ik vraag wat is het nou? Oké, het doet er niet toe. Het was simpel, want ik mocht niet. Ah, ik denk de heel die gig, die avond daar zo toch niet. Ik merk gewoon. Ja, ik ben iemand, ik hou niet van strakke formats, weet je. Ik wil relaxen, ik wil ontspannen. En dat gaat niet bij goed. Je bent met een wedstrijd bezig, je moet perfect die show doen, ding. En bij ons, ja, er zaten gewoon wat gaatjes in hier, net een stilte, weet je wel. En ja, dan ben je niet, zo simpel is dat, weet je. Dus dat was niet voor ons weggelegd. Ja, doe niet zo moeilijk, joh. Doe niet zo moeilijk. Ja, doe niet zo moeilijk, joh. Doe niet zo moeilijk. Ja, hip-hop is politiek, maar dan vooral. Alle mannetjes onderling, weet je wel, alle klikjes, alle dingetjes, de biefjes, de huppeldepupjes, die komt daar vandaan. Wat dat betreft is politiek, weet je. Alleen ja, de ene is een betere politicus dan de andere, weet je, dat mag gezegd worden. Wat ik het nu zie, niet dat in Amsterdam geen dope MC's, natuurlijk zit genoeg met dope MC's, maar ik denk, Amsterdam heeft zeg maar, qua TMF, de box, heel lang de touwtjes in de handen gehad, weet je. Ook de import Amsterdam is eigenlijk vanaf het begin, weet je, Extinct, Osdorp, Ray, heb ook zo'n Amsterdamse likje, weet je, noem maar op. En ik denk dat eigenlijk pas dit jaar dat echt die Rotterdamse shit gekomen. Maar in Rotterdam zitten weinig acts die dat pad gaan volgen, dat weet ik nu al, weet je wel. Maar wel genoeg acts die gewoon een tent op zijn kop kunnen zetten en mensen kunnen laten luisteren. Net in Rotterdam, of in Amsterdam over het algemeen, en niet alle Amsterdamse, want ik krijg genoeg Amsterdamse cats die iedereen typisch rappen. Maar hier zijn mensen meer echt met de art of rhyming bezig, weet je. Not a one. Ja, toch wel? Ja, ja. Headbang is wel leuk, maar dat is meer. Nee, dat is niet. Nee, headbang niet, maar. Ik heb koppijn van, je weet wat moet je doen. Dagelijks op straat of zijn moeder roept. Klopt hij echt een koe bij elke deal achter zijn groep te zoek. Hij zit op internet, dit doen hij als tiende bed. Hij klopt zijn ding, maar heel de wereld vindt hem binnen vet. Hij heeft geen flow, die beatjes zijn sowieso. En dat is waarmee het valt op straat, net als domino. Dus wat doet hij? Hij wordt compleet gek. Hij pakt zijn memberlist en start met de IP-check. Hij pakt zijn tape deck en dit is de hele mensheid. Hij pakt zijn fiets net alsof hij in een tank rijdt. Hij zoekt adressen, draagt messen, hij gooit met flessen. En iedereen die denkt, wel ook die gozer zit te zwessen. Het is met zessen, dus de dark moet naar huis toe. Zijn moeder wacht om met het eten in de tuinstoel. Hij heeft zoiets, ze boeit me weinig dat ik bang ben. Lukt het in dik slant, dan lukt het ook in kanten. Ja, de mediatactiek is eigenlijk gewoon. Zien wel wie de belt, weet je. Nee, ja, dat is geen bewuste tactiek geweest. Je bedoelt gewoon, als het mij lag, was het allemaal veel langer geweest. Maar ja, wat net wat ik al zei, weet je, ik ben niet op een professioneel in die zin dat ik mijn geld mee wil verdienen met bezig. Dus dan, ja, dan is die druk er ook wat af, weet je. Dan ben je gewoon wat later, je bent, het boeit allemaal niet. Dus dat, ja, dat is de relaxe, die positie waar we nu zitten, vind ik. Ik word door de huid, het geluid van buiten. Ik kan niet eens mijn neus snuiten. Ik ben een uit de kluiten gewassen baas. Is vast aanwezig, een beetje bezig. Mijn moeder was wel even bezig. Ik zag het levenslicht. 81 en wat was ik prachtig. Kijk, ik weet niet hoe het voelt. Met nog zo'n kleine krijgen wij me machtig.